Sarah en wij doen mee aan het project Theater naar de Dam. Daar verdiepen we ons in de Tweede Wereldoorlog. Want de dodenherdenking komt er ook weer bijna aan. 4 mei, dodenherdenking. De Dam, 2 minuten stilte, daar heb ik nou echt helemaal niets mee. Dat is hartstikke interessant, joh. Doe niet zo raar. Interessant? Ja, interessant, ja. Interessant. Ik vind dat niet interessant. Ik vind het ook niet belangrijker. Waarom moet ik iemand herdenken die ik niet eens gekend heb? Wat betekent diegene voor mij? Waarom moet ik überhaupt herdenken? Hoe lang moet ik überhaupt nog zogenaamd blijven herdenken? Nou, Robin, doe eens normaal, man. Joh, islam. Ja. Ik bedoel, je mag best wel je eigen mening hebben. Maar dit vind ik wel een beetje onbeschoft, hoor. Ik bedoel, als die mensen 80 jaar geleden niet voor ons hadden gestreden, voor onze vrijheid hadden gestreden, zichzelf niet hadden opgeofferd voor ons, dan zou de wereld er toch heel anders hebben uitgezien. Misschien. Ja, en als je eens over na gaat denken, als je eens echt over na gaat denken, dan blijkt die dodenherdenking toch best wel interessant te zijn. Er komen allemaal vragen bij je op. Wat voor vragen heb je in gedachten en wat bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, zoals jij al zei, hoe lang blijven we eigenlijk nog herdenken? Ja, wij verschillen daar te veel in, denk ik. Ik vind het te lang, jij vindt dat het moet blijven. Wij komen daar niet uit. Ja, daar heb je een punt. Wij hebben inderdaad wel een hele verschillende mening. Nou, als wij er zo anders over denken, waarom gaan we dan niet naar buiten? Dan vragen we het aan de mensen daar. Kijken wat zij ervan vinden. Is toch best wel een goed idee? Ik vind het best wel een goed idee. Ik vind het echt best wel een goed idee. Dat is op zich wel een goed idee. Kunnen we het best doen. Ja, toch? Ja. Nou, kom, pak je jas. Gaan we meteen. Neem het op. Is goed voor de podcast houden. Ja, goed idee. Oké, en dan kunnen we meteen daarna nog even eten. En dan kan je even die vragen stellen die jij allemaal hebt. Kom even gewoon weg. Ja, toch? Ja. Hoe lang blijven we nog herdenken? Huh? Hoe zal dat over generaties overgaan? Ja, want straks dan zeggen ze mensen van... Ja, ik ken een verhaal over een overgrootoma. Hoe zou mensen dat dan nog iets aangaan? Hoe zou het je dan nog raken als het zo ver weg is? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het je nog wel raakt. Al is het maar als je kijkt naar de oorlog en de vrijheid... die vanzelfsprekend was en toen niet meer werd. Ja, ik denk dat dat iets is waar je constant bij stil moet staan eigenlijk. Weet je, mensen vinden dat ons nu ook vrijheid wordt ontnomen. Nou, dat heeft een hele andere achtergrond, denk ik. Maar ik denk dat je moet waarderen wat je hebt. En dat je daar heel bewust bij stil moet staan. Oh. Maar weet je nog waarvoor het was ook? Ja, om te herdenken wie, wie allemaal dood zijn gegaan en zo. Je moet het niet als iets geïsoleerd zien. Als een gebeurtenis die zoveel jaar geleden heeft plaatsgevonden. En ja, dat is iets van toen. Omdat het niet iets is van toen. Sindsdien is er een hele hoop veranderd. Wij hebben het geluk gehad dat wij eigenlijk sindsdien in vrijheid, enorme vrijheid leven. Maar ik denk dat je daar wel echt bij stil moet blijven staan. Omdat het ook voor heel veel mensen nu nog steeds niet zo is. Maar denkt u niet met nieuwere generaties? Hè? Bijvoorbeeld de generatie van de Tweede Wereldoorlog zal op een gegeven moment komen te overlijden. Dan wordt die band wordt minder persoonlijk, omdat je niet iemand kent die dat heeft meegemaakt. Zal het dan niet verwateren? Zal het niet minder populair worden? Nou ja, populair, dat zou me niet veel uitmaken. Maar ik heb zelf ook geen band met iemand, althans niet een hele nauwe band met iemand die in die Tweede Wereldoorlog is geweest. Ik denk dat het niet uitmaakt. Sommige dingen, ja, of het nou populair is of niet, ik vind het nodig dat je er aandacht voor vraagt. Ik denk wel dat je gelijk hebt in die zin. Dat de toekomstige generaties het misschien minder voelen. Niet in ieder geval de band met de Tweede Wereldoorlog. Daarom is het belangrijk voor de mensen die leven, voor die generaties, dat je het gedurende het jaar, niet één momentje, maar gedurende het jaar blijft wijzen op, hey, wat is er aan de hand in de wereld? Ja, want het gebeurt en het is één keer gebeurd en het gaat zeg maar niet weg. Ik weet, de Tweede Wereldoorlog is nog niet afgelopen. Het is nog steeds bezig. De Tweede Wereldoorlog is nooit geëindigd. Ze hebben wel een bepaalde set gedaan, maar het is nooit geëindigd. Dat is het. Het is nooit gestopt. De Tweede Wereldoorlog is nooit gestopt. Het is altijd doorgegaan. We zitten nog steeds in oorlog.
Maar dat hebben heel veel mensen niet door. Maar laat ze dat maar, weet je. Ja, ik denk natuurlijk dat die connectie wel steeds minder wordt met de jaren. Als het inderdaad op een gegeven moment, als je geen opa en oma meer hebt die geleefd hebben in die tijd, dan wordt het natuurlijk wel wat abstracter. Maar ik denk dat die datum wel gewoon blijft staan. Je vrouw vertelt het soms wel. Hoe het ging. Ik denk het niet. Kijk, elk land zal zijn verleden met zich mee blijven dragen. Hè? Dus dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Hè? Als je het hebt over de slavernij. Dat soort discussies, in welke vorm dan ook, die komen altijd wel weer aan bod. Als er ergere dingen gebeuren. Dus als er iets komt dat de Tweede Wereldoorlog overstijgt. Dus denk aan klimaatverandering of weet ik veel. Ja. Want dan kan je praten over vroeger en zo, wat er gebeurd was vroeger. Wat voor verschillende meningen, zeg. Jezus Christus. Die gast, hoe kan je dat soort dingen zeggen? De Tweede Wereldoorlog is toch duidelijk afgelopen? Dat kan je toch niet maken? Wat vind jij daar nou van? Ja, die gast. Hij had een hele uitgesproken mening, dat wel. Ja. Dat jongetje trouwens, die snapt het op zich wel. Ja. Hoe jong hij ook is. Ja, ik vond hem echt zo schattig. Maar inderdaad, hij had wel al best wel veel informatie over de Tweede Wereldoorlog. Over genoeg informatie trouwens. Die vrouw hiervoor, die gaf wel een heel duidelijk antwoord, niet? Ja, die wist te veel. Dat is echt, ik zou gewoon allemaal gewoon uitgesproken, duidelijk. Dat was wel mooi om te zien. Ik had niet verwacht dat er zoveel verschillende meningen zou zijn. Andere meningen, zelfde vragen. Zoveel meningen. Maar ik heb nog steeds geen duidelijk antwoord. De Tweede Wereldoorlog, ja. Dat is duidelijk echt heel erg. Dat jongetje buiten was ook heel duidelijk. Hoe onschuldig het ook was. Maar die gozer die zei dat het nooit gestopt was. Die voel ik net wat minder. Misschien bedoelde hij wel dat er nog steeds conflicten zijn. Kijk om je heen, wat er nu gebeurt. Klimaatverandering, kinderarbeid, oorlog. Hoe kunnen we daar een stokje voor steken? Hoe kunnen we de wereld helpen en dat laten verdwijnen? Kunnen we iets doen? En dan de vraag, wat kunnen we doen? Heeft de geschiedenis ons nog steeds niet genoeg geleerd? Blijkbaar niet. Op veel plekken is het nog steeds een rotzooitje. En toch blijf ik bij die vraag. Wat kunnen wij doen om de wereld een schone lei te geven? Komt er ooit een schone lei?